Floris, ik heb zomaar het idee dat jij het over de trombone wil hebben. Ja, zomaar. Laat het duidelijk zijn. Want in tegenstelling tot wat Van Cote en de Bee hier voor een beeld schetsen van de trombonist, zijn dat heus de allerleukste muzikanten die je tegen kunt komen. De allerleukste? De allerleukste, Paul. Ja. Hoe komt dat? Ja, je kijkt er heel verbaasd naar. Ja, waar blijkt dat uit? Nou, een belangrijk element, humor. Trombonisten hebben, ik zei het net al, hebben een wat mij betreft hoog ontwikkeld gevoel voor humor. De laatste rage onder trombonisten is het nadoen van het geluid van een optrekkende sportwagen met een trombone. Ja, dat kan dus met verschillende soorten voertuigen. Ja. Maar sterker nog, ja, je hebt eigenlijk helemaal geen voertuig nodig. Alleen de trombone is genoeg. Nou ja, ik weet niet of thuis het geluid wel was te horen. Ik geloof het niet, Leen. Maar het ging om het geluid. Nou goed, het punt is duidelijk. Laten we nog een keer doen. Ja, we doen het nog een keer. De trombone, dames en heren. Zeg, hoe zou het komen als je gelijk hebt dat trombonisten zoveel gevoel voor humor hebben? Ja, nou, mijn theorie, en ik denk dat daar wel misschien wat boze brieven naar aanleiding daarvan zullen komen, maar die zijn dan meestal aan jou geadresseerd. Ja, die ga jij daar beantwoorden. Ja, dat is het probleem. Volgens mij komt het omdat, als we het vergelijken met bijvoorbeeld strijkers, cellisten, violisten, die komen over het algemeen toch uit een welgesteld, ontwikkeld, intellectueel, beetje VPRO-milieu. Gymnasium, Volvo. Precies, dat idee. Niks meer mis. Ik bedoel, ik ben daar ook onderdeel van, zal ik maar eerlijk zeggen. Maar de trombonisten, de meeste, even grosso modo, een beetje generaliserend, die komen van het platteland en zijn groot geworden in de fanfarecultuur. En volgens mij word je daar een veel leuker mens van. Zijn het ook de gangmakers in een orkest? Ja, zeker. Ja. De vuistregel in orkesten is vaak dat hoe verder je van de dirigent afgaat, hoe gezelliger het wordt. Nou, ja, dat is echt zo. En de trombonisten die zijn heel strategisch zo'n beetje bij de buitenste schil geplaatst. Ik moest ook denken aan Richard Strauss, componist. Die dirigeerde ook en die had een belangrijke tip voor dirigenten. Die zei, kijk nooit de trombones aan, want dan moedig je ze alleen maar aan. En het effect wat je kunt krijgen wanneer je een trombonist te veel aanmoedigt, dat is dit. Ja. Kunnen trombonisten hier zelf ook een lach geven? Ja, want zoals ik zeg, trombonisten hebben een heel erg goed gevoel voor humor. En een speciale eervolle vermelding ook naar de trombonistensectie van het Koninklijk Concertgebouworkest. Die zijn een beetje hofleverancier. Die hebben heel veel van dit soort filmpjes ingestuurd. Ze hebben ook een hele leuke Facebookpagina via onze website. Uiteraard een linkje. En een van die hits in de trombonistenwereld, dat is de trombone sneeze. Dat is een trombonist die tijdens een concert in een kerkje in Engeland, het is een beetje een statig, plechtig werk wat ze spelen, die trombonist die moet dan tamelijk onverwacht in één keer niezen. Dat geeft een wonderlijk effect. Wat wel opvalt, zijn eigenlijk altijd mannen die trombone spelen. Ja, dat gevoel heb ik ook. Daar heb ik ook wat theorieën over, maar die ga ik hier misschien maar niet uit de doeken doen. Ik hoorde juist, en dat is misschien dan wel juist een positieve noot, dat met name in Engeland en Scandinavië steeds meer vrouwen trombone spelen. In Nederland is het nog een beetje een mannenbolwerk, maar hoogstwaarschijnlijk waait die trend wel over. Dus binnenkort zal het misschien wel een 50-50 verhouding zijn. Hoe het ook zij, thuis zijn de trombonisten als vader toch wel het leukste. Zeker als mama niet thuis is.
Speer. Dat mocht ik nooit van mijn moeder, hoor, met de ogen. Dat zat er niet in. Een zeker ritmegevoel kan het jongetje niet worden ontzegd. Ja, absoluut, ja, dat komt door de vader. Maar goed, kunnen ze ook gewoon spelen, Tom? Is dat alleen maar leuk, hoor? Nee, genoeg met deze vrolijke filmpjes. Tot slot wil ik heel graag betogen, de trombone is niet alleen een heel erg leuk slagmens. De trombone is ook een heel erg mooi instrument. Alleen al het beeld, glanzend koper, 3 meter lang kan het zich uitrekken. En zo'n gouden, grote klank. Ze noemen het ook wel de stem van God. Nou, en als je dit stukje zweling hoort, kun je daar iets bij voorstellen.